nieuwe gebeurtenissen of veel eisende gasten in Hotel St. Gregory hoeft u niet zo lang te wachten. Want net zoals onze nieuwe troscomedie De Kip en het Ei, is ook onze Tros-serie Hotel aanstaande woensdag weer te zien. Trouwe kijkers van Tros Actua Esculaap kunnen vanavond niet naar onze medische rubriek kijken. Die ziet u weer op 16 maart. Maar niet minder informatief is onze consumentenrubriek Tros Kieskeurig. Vanavond in Kieskeurig onder meer ons troetelkind, de auto. Waar vinden we hulp bij de belastingaangifte? En leren solderen met Kees Snoei. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Tros Kieskeurig. En dat zeggen we ook tegen onze kijkers in België. Een groot deel van onze uitzending vanavond is gewijd aan de auto. De afgelopen week hebben weer vele duizenden mensen zich in de Amsterdamse Rai staan vergapen aan het vele glanzende metaal dat daar stond opgesteld. Er zijn ook deze keer weer heel wat auto's verkocht tijdens de rij. En het is maar te hopen dat de kopers zich meer door hun verstand hebben laten leiden dan door hun emoties. Onze verslaggever Hein van Nieveld heeft met autojournalist Ted Sluimer een uitgebreide rondgang gemaakt langs al dat moois.